So it's war. Ja, en 3 september, het is weer oogstdag in Zambeek en we staan hier bij Willem Boongaerts, voorzitter van de ASMT uit Zambeek. Willem, de hoeveelste keer is het dat dit de oogstdag gehouden wordt? Dit is de 11e keer op dit terrein. En vandaag prachtig weer, hè? Ja, gisteren stonden we in principe hier nog in het water en nu staan we heerlijk in de zon. Dus je kunt het niet beter hebben, niet te koud en niet te warm. Wat is eigenlijk het doel van deze dag? Wij proberen de mensen te laten zien hoe vroeger het spul geoogst werd en geplant en alles. We hebben nu de speurtocht uitgebreid met QR-codes en alles voor de jeugd. Dus kunnen ze nu met de telefoon een QR-code opvragen en dan krijgen ze een filmpje hoe alles geplant wordt en hoe het gepoot wordt en wat er van gemaakt wordt en hoe het geoogst wordt. Maar wij proberen in de 60 of 70 jaren setting te plaatsen. Dus echt hoe het eigenlijk in principe begonnen is, of ja, begonnen is, hoe het geoogst wordt. Ja, eigenlijk wel een slim idee, hè? De QR-code, de jeugd erbij betrekken op deze manier. Ja, maar ja, de jeugd heeft allemaal een telefoon bij de hand. Wij laten dat ding nog eens een keer rammelen, maar de jeugd, ja, die wordt geboren ondertussen met een telefoon en ze scannen de QR-code in. En ze krijgen precies het verhaal. En wat er ook nog van het product gemaakt wordt en wat voor gebruikt wordt. Is het moeilijk om aan oude machines, aan standmedewerkers te komen? Ja, dan moet ik heel eerlijk zeggen, wij zijn ook al vanaf maart bezig, ook met de standhouders vorig jaar. We informeren ze of ze willen komen. En dit jaar hebben we weer een wijnproeverij erbij van iemand uit de Rips, die heeft 2 hectare druiven en die maakt zelf wijn. En nu staat Alpen de 9, dat is eigenlijk Alpen de 6, maar die staan hier dit jaar ook om de kerst een beetje te spekken, voor een goed doel te gebruiken. En wij als ASMT hebben gezegd, de vrijwillige bijdrage die vandaag de mensen in de tuin doen bij ons, schenken we dus ook helemaal aan Alpen de 9. Komt ook wel. De dochter staat hier van een oud lid van ons, dus wij dachten we moeten ons steentje ook een beetje bijdragen. Dan zien we hier een mooie overkapping, die mogen jullie gebruiken? Die is van onze eigen, hetzelfde als de hooimeid daar, die hebben we met onze eigen leden hebben we die gebouwd. Dus hebben we, die staat er al langer, dus, maar er, zit dus, er staan dus ook een hoop oude machines in. En voor het educatief gebeuren gebruiken we die ook, zodat ze de kinderen kunnen zien. Met wat voor spul de gewassen geoogst worden. Want je kunt wel zeggen van dit is een suikerbiet, maar wat gebeurt ermee, hoe oogst je die, hoe wordt die gezaaid. Dus de machines staan hier ook en dan kunnen we ook uitleggen waar het allemaal voor gebruikt wordt. Wordt het basisonderwijs in Zambeek hier ook bij betrokken? Wij nodigen in principe ieder jaar een school uit de buurt uit. En dan beginnen we met de poot- en zaaidag en die begint in april. En dan nodig je een klas 5, 6, 7 uit van het jaar erop. En dan heb je natuurlijk klas 6, 7, 8 in deze tijd. Want we laten ze ook oogsten, maar dan zijn ze weer een jaar ouder. Dus dan hebben ze nog net binnen de lagere school die groep te pakken. Dat ze zien hoe het hele proces gaat. Hartstikke mooi. Ik zou zeggen, fijne dag en heel veel succes. Dankjewel. Staan we bij een van de bezoekers en mijn vraag is natuurlijk, bij wie sta ik? Toon Peters van de Nonnenhoek. Ja, en daar liggen mijn wortels ook ergens, dat klopt, ja. Toon, waarom ben je hier? Wat interesseert jou aan zo'n dag? Nou, ik vind het wel heel mooi. Vroeger heb ik ook RTW eigenlijk moeten doen bij ons thuis. Dat is mannen zullen doen, zullen we zeggen, en helpen met dorsen en de peert sturen. Maar ik vroeger allemaal, eigenlijk allemaal gemoeten thuis.
Dus. En ja, ik heb net gezien dat de zoon ging lopen toen ik met microfoon aankwam. Ja. Je wil hem ook nog wijzen van hoe het vroeger was? Nou, ik weet niet of dat hij er interesse in hebt, maar Charles, wat je daar wel? Wat je er een beetje van weten of niet? Dus, denk ik niet wel. Ja, maar toch blijft het wel interessant. Dat kennen ze niet meer. Dat kennen ze niet meer. Hè? Dat weet je, wat wij vroeger gedaan hebben, dat kennen ze niet meer. Vroeger moesten alles op het land moesten doen. Hè? Piet Peters, kennen we wel. Buurman, ja, dus ik was raap met een boer op. Dus. Wij deden een mand aardappelen rapen en dan kregen we 5 cent. Ja, dat klopt, ja. Ik moest ja, met meer dan 5 uur moest ik opstaan, of 6 uur. En die moest ik melk uit halen, en die ging je aard melken bij een boer. Hoor. En dan smiddags ging je bij een boer ging je ook aard helpen. Hoor. Ja, die deden elkaar allemaal helpen, die boeren. Dus. Toon, een laatste vraag. Is dit de eerste keer dat je hier bent of andere jaren ook hier geweest? Nee, ik ben al dukker geweest, al een paar keer hier geweest. En onze Sjaar zei, ik zal eens komen halen, zei. We zullen nog eens gaan kijken, zei, wat er te zien is. Dus, nou, geniet. Ik vind het hartstikke mooi. Geniet van de dag en geniet van het mooie weer. Goed zo, dankjewel. Jullie ook. Hè?